Billy, we zitten hier aan de rand van jouw tweede huiskamer, als ik het zo mag noemen. Je bent genomineerd als sportman van Amsterdam. Hoe trots ben je daarop? Ik ben daar heel trots op, absoluut. Het is wel een beetje dubbel, moet ik zeggen. Waarom? Omdat je natuurlijk in een teamsport zit. Dus als individuele sporter is dat toch anders, denk ik, dan een teamsporter. Maar ik ben wel zeer trots dat ik genomineerd ben voor deze mooie gemeente, ja, absoluut. Ja. Je staat uiteindelijk op een groslijst waar dan een vakjury van 5 Olympiërs en 5 persredacties uiteindelijk zeg maar, hun voorkeur op uitgeven. Ja, jij stond daarop als in je rol van aanvoerder natuurlijk. En in je rol van toch, ik stop ermee, ik ben Europees kampioen geworden en nou ja, kwartfinale Olympische Spelen. Ja. Dus dat is uiteindelijk, zeg maar, zijn de mensen die ervoor gezorgd hebben dat jij in die top 3 komt te staan. Met dank aan 5 oud-Olympiërs. Ja. Dus die hebben wel degelijk jou de punten gegeven. Voelt dat ook nog fijn dat je weet dat het oud-Olympiërs zijn die dat zeg maar waarderen? Ja, dat denk ik wel. Die hebben waarschijnlijk ook wel een traject meegemaakt wat ik ook heb meegemaakt. Dus dat scheelt sowieso. En wat erbij komt kijken om zo'n weg af te leggen. Dat het 5 Olympiërs zijn is altijd mooi. Maar het zou ook mooi zijn als echt deskundigen zijn die niet per se Olympiërs zijn. Maar het is zeker wel, het heeft te maken met personen die er wel iets van weten. Laat ik zo zeggen. Okay, dus dat scheelt. We gaan op 13 december uiteindelijk horen of je het geworden bent. Ja. Je strijdt tegen 2 zwemmers. Ja. Arno Kamminga en Tom de Boer. Wat weet je van hun? Wat weet ik van hun? Dat het 2 zwemmers zijn. En dat de een heeft volgens mij 2 keer zilver gepakt. Klopt. Op de schoolslag, 150 meter of 200 meter. Dus daar heb ik heel veel respect voor. En de ander is ook een zwemmer. Daar heb ik ook veel respect voor. Maar die heeft nog niet de prijs gepakt die Arno heeft gepakt. Maar dat is volgens mij een potential, zeg maar. En die doet het goed. Die heeft wat mooie prijzen gepakt op de Nederlandse kampioenschappen. Ja. Dus ik moet strijden tegen 2 zwemmers. 2 individuele sporters, in dit geval tegen teamsporten. Ja, dus, we gaan het zien. Ja. Je bent 1 keer eerder genomineerd geweest, in 2015. Ja. Maar toen won Jaap Stokman. Ja. De keeper, omdat hij toen volgens mij beste keeper van de wereld was geworden. Ja, klopt. Kijk je daar nog wel eens naar terug of heb je dat helemaal zoiets van? Ik gun het je Jaap Stokman absoluut. Het enige wat ik toen vond, is Jaap Stokman speelde bij Bloemendaal. En ik speelde bij de mooie club Amsterdam. Dus ik dacht, nou, bij de gemeente Amsterdam, of de topsport Amsterdam. En dan daar een sportman van, heb ik misschien wel iets meer kans dan Jaap. Maar niks was minder waar. Nee. Maar ik gun het hem zeker. En hij had een hele mooie prestatie neergezet. Dus daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. En niet of je inwoner van Amsterdam bent en hoe lang je er woont. Dus ik begreep de keuze. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. We gaan het zien. Vind je eigenlijk niet dat jij in het rijtje hoort met Martin Eikelboom, Floris Evers, nou Jaap Stokman en Mirko Pruiser? Want die zijn allemaal al een keer sportman van Amsterdam geworden. Moet Billy Bakker daar eigenlijk niet ook bij in het rijtje? Ja, dat is moeilijk te zeggen over mezelf. Ja, dat weet ik niet. Dat is denk ik aan het publiek en aan de Olympiërs en eigenlijk aan iedereen om me heen die stemt. Uiteindelijk is het een hele mooie prijs en het zijn hele mooie namen die ertussen staan. Moet je daartussen horen? Nou ja, het zou leuk zijn. Niks moet. Nee. Maar het zou absoluut leuk zijn, ja. Ik bedoel, genomineerd is ook al mooi. Ja, absoluut. Het is ook gebaseerd denk ik op prestaties en op de persoon die je bent en wat voor rol je hebt ingevuld. En, maar daar ben ik sowieso niet alleen dit jaar trots op, maar de afgelopen jaren. Daar kijk ik met een heel positief gevoel naar terug. Dus moet ik daartussen staan? Nou ja, dat niks moet. Nee. Je bent en bij Amsterdam en bij het Nederlands team ben je jaren al aanvoerder. Ja. Wat komen we daar specifiek voor taken bij kijken als aanvoerder? Hetzij bij de club of hetzij bij Oranje? Het filmpje duurde maar 1,5 minuut, toch? Maar ik ga mijn best doen. Wat komt er bij kijken? Je denkt verlengstuk sowieso tussen coach en spelers. Maar en andersom, van spelers naar coaches. Je bent eigenlijk bezig met een proces wat niet 1 dag duurt, maar voor een Olympisch jaar 4 jaar. Of voor een ambitie die Amsterdam heeft voor een aantal jaren. En daarin bewaak je ook een stukje dat proces. Daarin ben je degene die daarin voorop loopt. Te alle tijden bepaalde kwaliteiten daarin moet bewaken, zeg maar. Los daarvan is dat allemaal buiten het veld. Binnen het veld vind ik het ook wel belangrijk persoonlijk dat een aanvoerder ook wel daadwerkelijk kan hockeyen. Dus je moet altijd het maximale uit jezelf halen en laten zien dat je een van de betere spelers bent op dat moment. Dus er komt heel veel bij kijken. Dus niet 1 dingetje wat er bij komt kijken.
Je hebt drie bondscoaches meegemaakt. Ja. Zeg ik even, Michiel van de Heuvel, of Michel van de Heuvel, Paul van As en Max Caldas. Ja. Wie vragen, hè, wie er beter is. Nee. Wat ik vraag is, van wie heb je het meest geleerd, zeg maar? Wow. Of heb je van iedereen wel wat geleerd? Ik heb sowieso van iedereen wat geleerd. En het zijn drie verschillende fases geweest. Heel cliché, maar wel, dat is ook echt zo. Dus Michel van de Heuvel heeft me laten debuteren. Dus dat is altijd bijzonder. Paul van As heeft een hele soort van revolutie neergezet binnen het hockey. En is een uitdaging aangegaan met een hele jonge ploeg waar ik ook onderdeel van uit mocht maken. Dus ik op een jonge leeftijd had ik al een belangrijkere rol. En ik heb daarna een hele lange fase met Max Caldas gehad waarin ik aanvoerder ben geweest. En iets meer bezig ben geweest met het teamproces. Dus ik heb drie hele mooie dingen geleerd. En drie totaal verschillende fases doorgemaakt. Dus ik ben blij dat ik niet hoef aan te geven welke het mooiste was. Nee. Elke bondscoach heeft waarschijnlijk in elke periode. Want Max is langste geweest, Michel kortste. Dus je hebt van Max ook weer de meeste herinneringen. Klopt. Daarin. Nee, het is een mooie tijd geweest. Ja. En jullie werden afgelopen juni hier op deze pitch werden jullie Europese kampioen voor volle tribunes. Vanavond, want we nemen dit op als vanavond de Pro League wedstrijd Nederland-België gespeeld wordt. Zonder publiek, zeg maar. Ja. Hoe kijk je terug op het EK? Ik kijk terug op een heel mooi EK. Ik was blij in eerste instantie sowieso dat er publiek zat. Dat geeft net even het extra duwtje, denk ik. En ik wist natuurlijk al dat dat mijn laatste thuis in het land zou worden, in Nederland. Dus los van het feit dat dit mijn tweede huiskamer is, was wel een extra topgevoel, want je werd Europees kampioen. Met mensen weer eindelijk na anderhalf jaar. En je wist dat je laatste interland was op thuisbasis. Dus dat was wel heel speciaal. Je zei net, ik heb meer tijd in het weekend nu voor mijn twee kleine kinderen. Ja. Maar je speelt inmiddels in Heren 9. Ja. Moeten die twee kleine kinderen dan mee om papa in Heren 9 te gaan zien? Hopelijk? Nee. Of heb je zoiets, nou laat maar. Nou, die hoeven niet te kijken. Ik denk dat als ze dan gaan kijken, dat ze dan niet weten wat ik vroeger misschien heb neergezet. En denken ze dat ik een of andere veteraan ben. Ja, dat is echt een vriendenteam en dat doe ik voor de lol. En ik doe af en toe mee. Ja. Oké. Okay. Dankjewel hiervoor. 13 december met publiek, zonder publiek gaan we het horen wat er uit de envelop komt. Succes verder met aftrainen en zeg maar de echte maatschappij, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dankjewel, Billy. Dankjewel. Doei.